Bij de presentatie van jouw boek waren drie van die nazaten van die overlijvende Bandanese aanwezig. Dan laten we een klein stukje luisteren naar Ridwan Ohorella. Als je kijkt naar de geschiedenis van Banda, dan wordt er heel veel weggelaten. Heel selectief wordt er over Banda gepraat. En er wordt heel veel gezegd. Maar hetgeen wat er wordt gezegd, klopt niet met de verhalen die geschreven zijn door onze eigen voorvaderen. Want als je al die mooie verhalen, zeg maar, vanuit de, wat wij zeggen, boeken te baggen, de koperen boeken, die met de hand geschreven zijn door onze voorvaderen zelf. Als je al die verhalen leest, dan lees je karakters. Hoe een mens moet leven, hoe een mens moet delen, hoe een mens met elkaar, hoe een samenleving opgezet moet worden. En in de Nederlandse boeken, helaas, zie je juist dat het tegenovergestelde is. Wij worden daarin, zeg maar, wordt op zo'n manier weggezet en weggeschreven dat we echt wilden waren of zo. In lendendoekjes en we moorden elkaar uit. Terwijl alles was geregeld. Ja. Jij vertelde bij de presentatie dat doordat jij hen ontmoette, dat je eigenlijk je boek opnieuw kon gaan schrijven. Ja, het was, ik had mijn boek in ieder geval grotendeels al geschreven. En Christa Soeters heeft mij in contact gebracht met drie nazaten. Ik wist, ja, ik was best wel verbaasd. Want zoals ik net zei, het was een heel klein groepje eilanden. En daar dan overleven en nazaten van, die in Nederland wonen. En zij, ja, ze hebben gewoon hun verhaal gedaan. En ik was, ja, ik was echt ontroerd gewoon. Het was echt van, ik dacht, wat er hier altijd gezegd wordt, juist door mensen die kritisch zijn op Koen, van die zeggen in één adem zo van, hij heeft bijna iedereen vermoord. Ik dacht, het is gewoon niet waar. Daar zitten ze. Wat Koen wilde, wat de Nederlanders wilden, het is niet gelukt. Ze kunnen getuigen, dat doen ze ook. Jij laat zien dat we ook de geschiedenis hebben weggehaald bij mensen. Ik denk dat de uitdaging voor Nederlander, voor zeg maar wit Nederland, laat ik het even zo zeggen, is, vind ik, anders dan voor, kijk, voor bijvoorbeeld Ridwan en Lucas en Marcel is het een zoektocht naar wie, waar komen wij vandaan? En dat voor ons, wij moeten ook die vraag stellen, waar komen wij vandaan? Hè? Dus ook, waarin schuilt de leugen? En dat zie je niet meteen. Hè? Dus zelfs met de beste bedoelingen kan je dan die boeken gaan bestuderen, maar ik denk dat het gaat om de realisatie, ja, dat de leugen in heel veel dingen zit.